We gaan snel terug naar waar we bestrokken waren. Waar ik het net allemaal over had, dat ik echt bang was, waar ik al die monkjes gooide. En dat komt, ik ben bang zonder Juggernaut. Juggernaut is zo'n verschil. Dat als je zonder speelt, is dat zo irritant. Hier kom ik sowieso zombies tegen, want ik ben vrij laat. Waar zijn ze? Ik zie nog niks. Misschien een leuk iets, een granaat. Ik vind het echt geniaal dat ze dat hebben gedaan met dat diggen. Want dat is wel echt heel leuk, want je weet niet wat je eruit kan krijgen. Je kan er keiveel uit krijgen. Het is constant weer een verrassing. Dat is wel grappig. Oh, niet grappig. Dat is niet grappig. Monkey, 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 monkey. Monkey, monkey. Oh, dat is beter. Waar gaan ze naartoe? Oh, ik had toch ergens anders die monkey gehoord. Maar oké. Dit ding vind ik de grootste motherfucker in het hele spel. Door die blood money heb ik er helemaal geen last van. Dat is echt super chill. Zo, even al die zombies af. Hey, ik denk ik gooi gewoon even die monkey. Alleen ze liepen nog op mij af. Dus ik denk, wat doen ze nou? Oh, misschien dat ik even... Oh joh, met 3 van die power-ups. Ziet er fucking baas uit. Nou, ik had net al geen geld meer. Nou heb ik er superveel. Ben je de laatste? Nou zit ik even denken. Ja, ik zie het even af. Oh, kijk eens aan. Het zit wel mee even. Mag ik een keer. Karma. Geen robots. Ik weet zeker dat ik door één van die twee dingen dood ga. Door die klootzak die net kwam, die niks deed. En dan kwam dat ik blood money had. Of door dat ik die monkey bom gooide, dat weet ik niet. Eén van die twee. In ieder geval door die zombie. Of door die supergrote robots. Eén van die twee ga ik sowieso de dood. Want dat zijn gewoon de grootste klote dingen in het spel. Zombies op zich. Ja, het zijn zombies. Ja. Ik bedoel, elke game is zombies. In ieder geval elke zombie game. Ja, snap je? Nee, maar je snapt wat ik bedoel. Daar kun je op zich, ja, als je je trapt, ben je dood, simpel zat. Maar die grote dingen die naaien je gewoon. Daar kun je gewoon niks tegen doen. Wat ik nou ook ineens aan denk, ik had net max ammo, maar dan krijg ik dus ook weer nieuwe monkey bombs, zoals ik vergeten. Dat is wel nice. Zo. Op zich, als ik zo deel het rond kan lopen, dan is het op zich nog allemaal best wel netjes. Maar het zal daar ook toch wel drukker worden, neem ik aan. En ik moet eigenlijk een wapen hebben waar ik mee echt... Als ik trap ben, dan gewoon heel veel zombies gelijk kan afgeschieten. Dus of een dikke lime shingle of een regen of iets in die richting. Altijd wel handig, maar ja. Ik kijk even wat het leven, zodat ik zo meteen even in de kist kan kijken. Er komen robots aan, dus dan moet ik eventjes blijven, want als ik daarin loop, ben ik dood. Zijn er nog twee? Jullie zijn er twee, dat is zo mooi. Dan ga ik zo meteen heel eventjes lopen. Gaan we even naar die kist toe waar we in het begin waren. Even kijken wat erin zit, misschien een leuke verrassing. Even voor die robot, daar ziet er zo bruut uit, hè. Dat is wel echt fucking vet. Ook al is het zo random als iets. Ik heb deze Easter egg niet gedaan. Die gaan we wel doen, dat beloof ik jullie. Ik ga die Easter egg doen. En waarschijnlijk niet lang nadat ik deze video upload. Of ja, deze video in deze serie moet ik zeggen. Want maat van mij die kent er wel veel vanaf. Dus dat kunnen we wel even doen. Ik kan het met z'n tweeën doen, dat is awesome. Dus we gaan dat sowieso fixen voor jullie. En als ik dat... Laten we zeggen, over een paar weken nog steeds niet geüpload heb. Zet het in de comments, herinner me even dat ik het weer weet. Want het kan zijn dat ik zulke dingen vergeet natuurlijk. Dus even dat gezegd hebben. Dan zit ik te twijfelen. Ik heb nou een PDW, dat is chill, 50 kogels, noem maar op. Alleen, ik kan nergens ammo halen. Maar ja, waar ik net zat, heb ik net mijn AK ingeroden. Dan kijk ik mijn MP40 in moeten ruilen. Wat zit erin? Dual pistols, hebben we ook niks aan. We hebben nou al weinig geld eigenlijk. Ik heb het bijna allemaal erin gejaagd. We moeten even zoeken naar die parts van die Riot Shield ofzo. Ik weet alleen helemaal niet waar die dingen kunnen liggen. Ik weet 2 spots waar ze trouwens kunnen liggen. Maar ik heb 3 parts. En ze liggen nooit allemaal op een standaard plek. Zo, dit is wel chill dat je zo kan lopen. Oh shit. Oh shit, nou heb ik alsnog verkeerde wapen gerolen. Oké, we gaan even deze kant op. Want volgens mij kan hier 1 part liggen. Oh, leuk. Hier gaan we even kijken hoe hierin zit. We hebben dat daar ook gewoon iets super chills in zit. Hier een part, juist. We hebben 1 part. Wat zat erin? Ah, sniper, die hoef ik niet. Dit heb ik opengemaakt, hè? Kan ik hier ergens naar buiten? Volgens mij kan ik aan de andere kant niet naar buiten. Moet ik open kopen en ik heb niet heel veel geld. Ik heb geen geld, wat erg. Even kijken of dat hier ergens in die hoek of zo. Want dat is wel een spot waar ze volgens mij wel eens kunnen liggen. Volgens mij moet ik dan hier naar buiten, alleen dat gaat nou niet. Nope, dan gaan we het andersom doen. Ik wacht even op die zombies. Is die andere hier nog? Of is die vent... ik denk die heeft het loodje gelegd. Nee dus.
Ligt ook niks. Oh, je legt trouwens gewoon die shotgun. Gewoon dat ik die shit daar ook van strak uit de grond kreeg. Dit zijn volgens mij allemaal wall weapons of zo. Ik weet niet zeker. Nee, dat kan trouwens niet. Ik kreeg het pistooltje ook een keer. Dus dat kan niet. Oké, okay, maar we gaan weer even terug. Ik ben benieuwd of die zombie sterven. Ik wil gewoon kijken of ik wat parts kan vinden van die Riot Shield. Want Riot Shield is zo belangrijk gewoon. Ik weet mijn god niet waar die dingen kunnen liggen. Ik heb ze ooit alle drie gehad. Dat weet ik wel. Maar ja, ik weet er maar twee. Voor twee dingen weet ik een plek waar die kan liggen. En dan is het nog de vraag, ligt het er? Gaan we nou kijken. Tidim, tidim, tim. Tidim. Yep, we hebben twee parts. Waar de fuck ligt dat derde part? Hmm. Het kan zijn trouwens, hè, mocht ik nou heel lang vast blijven zitten. Op een, bijvoorbeeld een of andere part, kan het goed zijn dat ik straks even zeg van: hé jongens, ik kijk heel even op internet, want dat is Hennis, anders blijf ik maar rondlopen. Dat is voor jullie ook boring. Maar ik ga nou weer even levelen. Of ja, levelen. Dat klinkt raar, maar je snapt wel. Oh, dat is niet zo grappig. We gaan weer even daar. Nou, ik wilde wel zeggen boosten, maar het is niet boosten. Ik ga rape trainen, daar is het. Dat gaan we doen. Want ja, de andere part, wat kan er ding ooit liggen? Als ik straks weer geld heb, dan gaan we weer rondlopen, gaan we kijken waar het kan liggen. Maar ik neem aan dat ik daar ook toch die klootzak niet krijg, die mij net eigenlijk niks deed. Maar waar ik wel bang voor was dat hij het zou doen. Hey, dat is een leuke verrassing. Dat is een leuke verrassing. Ik moet ook al die andere dingen weer even activeren. Deze allemaal. Had ik misschien op lagere wave van moeten doen, want dat wordt steeds moeilijker. Dus dat is niet zo slim wat ik nou allemaal doen ben. Shit, ik had die bom ook gewoon even moeten laten liggen. Maar helaas, wat erg. Dit bewaar ik even, die hammer, want dat vind ik wel een enorm nice wapen. Dit ding kan ik straks nog een keertje inruilen. Pas op voor mijn rug. Ja, dan kun je niet dicht bouwen, hè? Dus ze staan gelijk in je rug. En aan de ene kant is dat gunstig. Want dan komen ze geleidelijk de map in. Want dat is eigenlijk altijd iets waar heel veel mensen niet in de gaten hebben. Als jij barriers dicht bouwt, dus van die muren en zulke dingen. Dan blijven daar zombies achter hangen. Dan staan er bijvoorbeeld vier zombies die staan het ding te slopen. Maar als die kapot is, komen al die vier zombies tegelijkertijd de map in. Als je het open houdt, dan komen ze gewoon om de beurt de map in springen. Waardoor je er minder last van zou kunnen hebben. Kijk dit jongens. Headshot! Oh, ook nog zombieblad. Het is al een feest hier. Nou, dit is grasmaaien, jongen. Je maait ze allemaal neer. Wave 10. Goh. Het begint wel ergens op te lijken. Wat zie ik? Oh, dat is hier gewoon van. Lol. Oh, hallo. Ben je de laatste? Dan wacht ik eventjes. Jij bent de laatste. Neem ik aan. Dan gaan we eventjes richting de Juggernaut. Die kant gaan we op. Gaan we kijken of we daar alvast even van deze dingen kunnen activeren en alles. En, ja, we kijken. We kijken gewoon eventjes rond. Rustig aan. Oh, hier kan ook een pad liggen. Dat is de enige plek waar ik nog wist. Oké, nou, daar ligt dus niks. Dus nu ben ik een beetje vaak. Ik ga even hier rondkijken. Dat deed ik de vorige keer niet, omdat ik bang was dat ik vast kon zitten. Ik zou... Oh, dat is die radio, oké. Dat is barrier. Hier kan volgens mij niks liggen dan. Of ja, kan wel natuurlijk. Maar in dit geval ligt er dus niks. Zombie is fucking snel, weet je dat? Dat vind ik niet zo grappig. Nou, we hebben een leuk rondje gedaan. Niks gevonden. Dan gaan we nou naar de Duke. Aan de ene kant goed dat hij snel is. Daar hoef ik niet op hem te wachten. Dus ik verstrakken dus had. Dat ik heel moest wachten dat die zombie al in de buurt bleef. Daar heb ik nou dus geen last van. Ja, welke kant gaan we eerst op? We kunnen daarheen. Dan kunnen we... Oh shit, ik dacht ineens aan die robots. Ik zag schaduw, ik dacht, no! Ik was helemaal stil. Nou, in ieder geval, wat ik dus wil zeggen is, we kunnen die kant op. Daar kan ik een perk kopen dadelijk. Maar ik wil gewoon heel graag die Riot Shield bouwen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nou een beetje bezit. Hey. We hebben nou alle drie de parts gehad, of niet? Hey, ik hoor die muziek niet, mijn geluid staat te zacht. Dus. Maar ja, als het een leuk nummer is, laat achter in de comments. Hey, ziet hem! Dikke shit. Oké, okay, dit ding ga ik maken. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog wou hebben. Voor de rest, nou kunnen we daar ook gewoon lekker dingen gaan activeren. Pack-a-punch misschien zelfs wel, als dat ooit mag lukken. Ik hoop van wel, als dat niet lukt, dan is dat best wel een faal. M40, ja, ik heb nou spijt dat ik die M40 heb ingerolen. Waarom ik hierin loop, dat weet niemand. Want ik moet die kant op, want hier zit zo'n bank. En dit is een plek waar ik waarschijnlijk heel vaak langs kan lopen. En dus constant weer die Riot Shield kan komen ophalen.
Of zombie shield. Dat is officieel een zombie shield. Dat is allemaal dezelfde crap. Alsjeblieft, ga niet dood, zombie. Daar heb ik geen zin in nu. Moet wel iets voorsprong hebben, anders staat hij nou in mijn rug te vreten. Dus ik loop toch even iets door. Tadaa, ik heb mijn zombie shield. Hoe ziet dit ding eruit? Dit ding is fucking bruut. Ik laat hem op mijn rug zitten, want dat is eigenlijk het hele doel. Zeg maar, dat als je op je rug zit, dat zombies jou niet in je rug neer kunnen mappen. Dus we gaan even zo'n ding activeren. Dat is ook handig nou met de ruit shield dus. Of zombie shield. Laat in de comments achter wat jullie vinden. Is het eruit shield of is het een zombie shield? Ik vind hetzelfde. Oh, wacht. Let op voor de zombitjes. Volgens mij, hè. Die ene robot die ik van strak had, die helemaal niks deed. Waar ik dus een beetje bang voor was. Oh, ik kan op. Sneller. Oké. Die komen volgens mij alleen op deze spots, of niet? Ik weet niet zeker. Laat achter in de comments. Daar ben ik wel benieuwd naar. Komen ze alleen op deze spots? Of komen ze overal? Want dit zijn de enige plekken waar die grote robots niet komen. Dus zou het logisch zijn dat daarom die kleine hier wel komen. Dus laat weten. En dit is ook makkelijk. Dit is echt chill als je gewoon zo loopt. Klaar. Next. En dan is de vraag, zal ik die shit kopen? Nee, ik koop die shit gewoon. Ik zal waarschijnlijk veel rond moeten lopen, omdat ik toch nog niet zo heel veel weet. Dus dan kunnen we dat beste zo snel mogelijk aan doen. Ik zie geen robots in de vette, dus daar moet ik geen last van hebben. Die dingen moet ik volgens mij allemaal vullen met zombie-zielen of zo. Ik weet niet hoe ze dat noemen. Ja, ik geloof toch niet dat ik iets uit krijg. Waarschijnlijk krijg ik van die onzin uit als een granaat of zo. Of een sniper. We gaan naar de kerk toe of zo. Hoeveel heb ik er? Oh, ik heb ook hoeveel nummer 1. Juist. Oh, dan moest ik daarheen. Even wachten. Ik heb niet heel veel geld meer. Dus ik weet niet of ik dan allemaal open kan bouwen. Ik weet niet hoeveel er nog zit. Volgens mij zit hier de laatste. Oh shit, dat ding was duur. Dat zijn geen grappen. Kom hier jij. Oké. Nou, hier hebben we dus alweer die dingen. Die zitten overal. Volgens mij op alle klote spots in de map. Daar hebben we een tank. Ah, ik kan hier naar boven. Dammit. Daar zit volgens mij de laatste ding hè, die ik moest activeren. Nou, ik kan nou dus niet verder. Dus ik zal even teruggaan waar ik net was. Hier heb je die tank. Daar kun je op. Als je wil. Maar dat kost 500 om mee te rijden. Dus dat doe ik niet. Toevallig dat ik dat weet. Want de laatste keer dat ik dit heb gespeeld. Heb ik dat toen gedaan. Daar heb ik 1 trofee gehaald. En dat was van dit ding. Dus zodoende dat ik dat nog wel weet. Even kijken waar die robots zijn. Ik hoop niet in de buurt. Loop ik nou helemaal verkeerd? Ik loop even terug. Ik zie daar robot. Ik weet niet of die daar ook heel toevallig in mijn buurt komt van mij. Dus ik wacht even dat hij voorbij is gelopen. Ja, dan gaan we daar even terug. Dan gaan we even weer wat geld fixen. En dan gaan we straks hier naartoe. Dus weer naar deze plek. Dan gaan we dat ding activeren. En als het goed is, kunnen we dan pack-a-punchen. Want ik heb 5 van de 6 captures dingen. Dus hier op de rechts in de hoek zie je dat op die kaart. Of op die, weet ik hoe het wil noemen. Zie je in ieder geval 5 van de 6. Dus als we die 6 hebben, kunnen we als goed is pack-a-punchen. Dus ik ben benieuwd. Die robot is voorbij, dus daar hebben we geen last meer van. Hier liepen we net, dus is handiger denk ik. Zijn we denk ik iets sneller. Oh, ik denk, zou er nou nu wave begonnen zijn? Niet, gelukkig. We zijn wave 10. We hebben op zich al best veel. We hebben al die dingen geactiveerd, bijna. Dus ja, ik kan het in principe doen als ik iets meer geld had. Nou, dat heb ik niet, dus helaas. Maar dat hebben we dan in principe gedaan. Ik heb 3 perks. Ik heb een hammer en een PDW op zich. Nou, alright. Goed zat. En verder de rest, zombie shield. Dus op zich staan we er niet slecht voor. Zeker niet voor een van mijn eerste keren dat ik dit doe. Dus. Ik ben nog geen veteraan in deze map. Als ik nou bijvoorbeeld Mob of the Dead speel... Of Buried, die kan ik gewoon met mijn ogen dicht bijna spelen. Want ik ken alles in die mappen. Daar weet ik echt alles. Dus dat speelt op zich wel makkelijk. Maar ja, dit is op zich wel leuker. Gewoon even dat je zelf niks weet. Dat je zelf ook een beetje aan het zoeken bent, weet je wel. Het kijkt misschien een beetje irritant. Dat je niet denkt van, Dennis, loop door! Maar nee. I'm so sorry. Oké, jou schiet ik af. Ga je echt niet dood? Jij gaat echt niet dood. Ik zie je helemaal van je kop. Als je nou gewoon harder rent, vind ik het ook goed. Ik hoef je niet per se dood te hebben. Kidding, haha. Oké. Mooi, we gaan deze kant op. We gaan weer even hier lopen. Oh shit, dat ding is bijna op van ammo. Dat is niet gunstig. Nou ja, dan pakken we straks die M40. En ik neem niet aan dat ik hier dit ding ook nog leeg schiet. En de monkey bombs ook nog verneuk. Dus ja, trouwens, ligt eraan als die klootzak komt, hè, van net. Wauw, ik vind dat ding zo vet, hè. Je kunt in die robots komen. Maar dat is gewaagd. Als jij onder die... Ja, moet ik zeggen, om die robot zijn voet staat. Poot of whatever het is. je schiet erop. En hij gaat open net voordat hij zeg maar, ja, op jou wil stampen. En dan kun je erin. Maar ja, ik zou het niet riskeren, eerlijk gezegd.
Dit is chill. Nou ren ik zo snel, hè. Dat ik de Lime Machine heb.